Wat de uitzending zo speciaal maakt, is het verschil tussen de verschillende culturen. Het is heel anders, weet je, de cultuur is heel anders. Gewoon alle vrijheid, dus hoe alles eruit ziet, hoe de huizen. En je ziet het verschil gewoon heel goed. Mijn naam is Maria, ik ben 15 jaar. En deze week ben ik op uitwisseling, zijn we de uitwisselingen uit Boedapest hierheen gekomen en hebben we een uitwisselingsweek gehad. Chris, wat houdt de uitwisseling precies in? Nou, de uitwisseling houdt in dat leerlingen op reis gaan naar een mooie bestemming. Daar bij een leeftijdsgenoot verblijven die we van tevoren gematcht hebben op interesses. En dat ze het leven daar ervaren. Dat ze de mooie toeristische dingen zien, maar dat ze ook in de gastgezinnen het leven leren kennen. Hey Lucas, op zondag kwamen de jongeren aan. Hoe zag de eerste dag eruit? Maandag zijn we naar de Efteling gegaan. En dan zijn we gewoon, bijna elke attractie gedaan. We hadden heel veel tijd. We gingen meteen om 11 uur 's ochtends. En toen zijn we nog naar Van Piano in Tilburg gegaan. Hebben we gegeten. En toen zijn we nog naar het terras gegaan in Oostenrijk. En zijn we naar huis gegaan. Vertel eens Maria, wat deden jullie op dinsdag? Op dinsdag zijn we naar Amsterdam geweest. Ja, dat vond ik heel leuk. Dan hebben we een anderhalf uurtje gereden naar Amsterdam. Kwamen we daar aan en je had twee groepen. En de ene groep ging dan als eerste een tour doen door de Dam heen en ook een fototocht. En de andere groep ging dan als eerste naar het Amsterdam Museum. En wat nog meer? Oh ja, die boottocht. We moesten een boottocht gaan doen. Boottocht. En zijn we met z'n allen zijn we naar de boot gelopen. En het was, ik vond het heel gezellig. Het zonnetje scheen. Het was gewoon lekker rustig. En toen hebben we nog bij de McDonald's gegeten. En bij de KFC kip 's avonds gegeten. Ja, dat was wel een leuke dag, want zijn we met de bus naar huis gegaan. En toen was het woensdag. Het was eigenlijk de bedoeling dat zij een beetje onze school leerden kennen. Dus toen hebben we een toertje rond de school gegeven. Was niet heel lang. Duurde 15 minuutjes, denk ik. En toen gingen we met de trein naar Eindhoven. En toen hadden we een tour op Strijp S gedaan. Alleen dat was niet zo interessant, want ja, dat was eigenlijk niet echt leuk. Ik wist al wat Strijp S was. Ik had er ook al wel overheen gelopen. Maar ik wist niet zo goed wat nou precies het doel van Strijp S eigenlijk was en is geweest. Dus dat was op zich wel interessant. En toen gingen we naar het Philips Museum, zijn we daarheen gelopen. En toen hebben we een tour met van die iPads gedaan, dat je zeg maar je score bijhoudt van de hele groep. En dat was wel leuk, want dat had je een soort wedstrijdje en dan deed je wel echt je best om het beste te worden. En rond een uur of twee was dat ook weer klaar. En toen hadden we eigenlijk vanaf twee uur gewoon vrije tijd tot een uur of vijf. Dus zij zijn ook gaan winkelen, wij zijn ook gaan winkelen. Ja, toen rond een uur of half zes zijn we weer gewoon naar huis met de trein. Toen zijn we nog even gaan bowlen. En toen hebben we daarna nog iets gedronken. Ja, en toen zijn we weer naar huis gegaan. En de posterpresentaties en zo? Donderdag dus hebben we aan posters moeten werken. En posters en timelines. En de tijdlijn was meer van wat we deze hele week hadden gedaan, wat we foto's hadden van gemaakt. 'S middags was de bedoeling dat we iets gingen bakken voor school. Dus iets typisch Roemeens, iets typisch Spaans, Hongaars of zelfs gewoon Nederlands. Lekker. En verder? Wij zijn bij JumpXL geweest, dus van 4 tot 5 hebben wij bij JumpXL bij het trampolinepark hebben wij gezeten. En dan van 8 tot half 12, ja, wel een beetje laat, maar hebben we op school, was het een beetje een feestje. Ik vind het idee heel mooi en de uitvoering wordt ieder jaar beter, omdat we leren door ervaring.
I think that it's really good to give the children a chance to go to another country and see how other people live and do their days and things like that. So I really enjoyed it to be in this program. Het doel van de uitwisselingen is om leerlingen meer te leren over elkaar. Over elkaars cultuur, om over hun grenzen heen te kijken. Om te ervaren dat mensen anders zijn, dat culturen anders zijn. Oh my god, I really, really love it. I think it's the most beautiful, one of the most beautiful countries. It's really clean and everything is so quiet and beautiful. I love it. Is de uitwisseling voor herhaling vatbaar? Het is zeker voor herhaling vatbaar. De Hongaarse mensen die gaan gewoon anders met elkaar om en ik vind dat gewoon leuk om te zien en om te ervaren. Maar verder was het wel heel gezellig, ja.